Dan Max meenemen. Zeg, dat is Benjamin. Zeg, dat is de spreekwoordelijke middenvinger in mijn neus. Hier, jij die alles weet. Zeg, dat echte waarheid, zeg, de mens werd niet gern op zijn ongelijk geweest. Zeg, ook in deze geval, zeg, maar al te gern. Zeg, ik vind dat wees. Echte waarheid. Als je mij zeer positief kunt verrassen, zeg, dan blijf je op die manier zeggen, op een rare manier soms. Zeg, soms op een verre manier. Zeg, maar hoe je altijd in mijn leven blijven. Dat is een stik in mijn hart en dan huur dat er wat van wordt. Het is gewoon als u. En ik heb dat bij Freek gezegd. Zeg, jij zit hier binnenkomt, zeg, ik kom direct vooraan. Zeg, ik heb wel opnieuw een klap, ik wist toch niet wie dat was. Zeg, ik kom direct. Zeg, dat is hier. Zeg, ik zie hem er staan. Zeg, en hij trekt zijn rug achteruit. Zeg, dat is hier dat serieus gewicht op zijn schouder meedraagt. Zeg, alle twee. Zeg, het was. Zeg, gelijk dat hij binnenkomt, zeg, dat was het postuur van Atlas. Zeg, ik ben een gast van 16 jaar, zeg, dat zou niet meer. Zijn maar gedragen toch? Zijn goed gewerkt, zijn goed dingen. Zeg, je leeft dat leven? Zijn maar, zijn struggelen, hè? Ja, en dingen en dat werk. Zeg, kijk gewoon wat. Wat zei dan achteraf komen ze bij jou, echt zegt je. Dat ze zeiden van, kijk, dat is de eerste keer dat ik jou aangesproken geweest ben door de man. Zeg, door een vaderfiguur? Zeg, dus, zeg, het is goed, zeg. Zeg, je bent officieel, zeg, of onofficieel. Zeg, zei hij, nou, mijn geadopteerde zoon en ik. Ik kijk als ik als ze dat ding lagen van die paras, pakte ik zijn schouder vast. Zeg, hé, zeg, nou, dat gaan we fucking kop niet opmangen. Zeg, je bent zo ver gekomen, zeg, dat is zeg, die mop van die 99 zotten, van die 99 muur. Zeg, waar dat die zotten overklimmen is. En dat ze bij de lessen zei, pfff, zo ver, we komen een keer terug. Dat is hetzelfde, hè. Ah ja, maar dat is gewoon als je, en ik weet ik dat zelf ook. Hé, hey, dat is als u kind dat binnenkomt, hè. Mijn vader heeft dat ook gezegd, dat komt wel binnen gelijk een bom, hè. Dat we weer als vent voor één keer bloemen krijgen. En het is als van onder de grond gestoken werden. En dan is u, ja, zijn we erover bezig. En dan is u, ja, dan ben je zwaarwichtig te werden. En dan heb ik gezegd, maar ik krijg alle weken bloemen. Maar ik smeer ze op, dus ik heb er geen bewijs van. Nee, mijn vader, ja, nu is het een kleur. Zeg, kom, nevertheless, zeg, het is toch wel eentje om bij stil te staan, hè. Zeg, kon ik het nooit niet doen? Ah, ja, het is ook, zeg, kon ik het nooit niet doen, dan met de meest majestueuze wezens op aarde zijn. Zeg, in feite is dat zo, want daar allemaal mijn zusters zijn aan het luisteren. Zeg, in feite zeg, we zijn het perfecte design. Zeg, met hier fabrikagefout, ze zijn aan het luisteren. Zeg, ja. Zeg, we hebben alles wat we moeten nemen, zeg, maar niet genoeg bloed, zeg, om alles tezamen te laten werken. En te lachen zijn dingen, en dit is maar het is gewoon als u, hè. Als je pijst op, je ziet je weer op, afblijven, tot als dat vleet zegt, hé, dat is goed, hè, en dan kon ik toch een keer poepen, en dan achterop, ah, shit, kom beter niet gedaan. En die er beneden, hij tuut, ja, zeker. En als je even. We zijn met 2024, nee, niet 17 jaar. Hé, kun je dat voorstellen dat we weer alle twee? Ja. Als je klaar komt, krijg je dopamine in je hersen. Ah ja, daarvan moet je afkicken. Gelijk wat je activeert, of dat nou met drugs of met gelijk wat, er komt dopamine in je hersen. Iedereen, ah, die drugs komt in je hersen. Die drugs komt niet uit in je hersen dan nu zo. Een keer dat aan lever gepasseerd is, blijft dat daar zitten. Zeg, het triggert een reactie, wordt dat hersens zelf een drug maken en zijn van hier, jongen. Hoe we dan hier zijn, dopamine. En er zijn er nog altijd, hè. Ja.
ik heb die periode dat ik, allee, als je minder in de metal ziet, dan wordt er zo wat mesjes in de week. Worden als je, ja, kijk, het onderzoekend samen naar seksuele stimulansen en zo, met die mesjes was dat. Want de keer dat ik in dat uitgaansmilieu kom, wel, het is iets soortgelijk dat ik nou meemaken ben. Ik kijk en ze kijken direct terug. Als die zoekkracht verandert, ik weet zeg, wanneer dat kun je? Ja, weet je, het is niet vertrouwen, ik hoop dat er nog vrij klotter is. Nou, alleen maar zeggen ze direct, zeg ja. Zeg nou dat ik weet, zeg dat het er in China, zeg een AI-bot gemaakt is, zeg je dan meteen zeg, hé, hey, weg, zet hem een keer neer, weg een keer. Zeg, en dat vinden ze wijs. Ah, overal. Zeg, dat is bij mij na een klik gedaan. Zeg, jonger, ouder dingen, zeg, het interesseert me niet meer. Tegen de uurken, ze was dan, ze kwam weer, gewoon op reis. Ja, ze waren dingen, zeg, ah, we toch, zeg, deze weekend misschien niet. Zeg, ik ga zien hoe lang dat er trek op dat feest. Zeg, maar voor hetzelfde uit, zeg, ze zijn van plan om 10 uur mensen aan. Zeg, zou het kunnen zijn dat kan je een afternoonivus bel. Zeg, als jij goed stikkert, zeg, kom ik eraf, hè. Zeg, de gasten zijn niet eens. Is er koffie te drinken? En ik zeg tegen is er koffie te drinken? Zeg, hij is niet aan u zo doen, het is voor gewin. Het is gewin voor. Ik kwam weer seks maar. En direct. Hij heeft niet thee spitten of niet, hè? En over het rest stond ze dan in de zaal. Zeg, ik zeg, niet eens nacht voor toe. Zeg maar. Ze hebben het wel een oceaan binnen zitten. Zeg, ik zou wel herneker, wat proper de dingen zien. En 3 seconden die. Tjing! Zeg, die godverdomme. Nee. Oh, het zou wel. Nee. Als ik mij concentreer, just me, 33 seconden. En als ik ga zien, dan van. Ja, ik kon niet. Zij zal hebben ze goesting. Ja, er zijn momenten dat ze ze weer opbespringen en dan is het wel goed. Oh ja, ik weet dat ze keer, ze pakte mij als een vaste speler. Was er gelder als ik aan verkracht. Ik trek mijn broek af. Echt direct als ze vaste mijn kind als was er gelder. Zijn dat niet beschoot? Ja. Ja, ik weet, wakker worden ze. Hij zegt, oh, dat is de meest druk. Oh, hij heeft een hand voor de. Hé, dat is een rief. En hele. Koek. Zeg, ik goeiemorgen. Zeg, moet je een kwakstje vitamintjes hebben? En ook. Ja, maar als ze dat vastpakken, tennissen recht. Tennissen gaan lachen en tennissen maar verkracht. Wat zeg jij toen? Als ik hier nou dingen. En ik kon dat verkrachten. Ik wist dat dat kost. Hup, mijn broek af. Zeg, zie ik er niet zijn? Dan staat hij hier dik. Zeg. Oh nee! Verkracht me niet! Ah, die les hebben we nou bij geweest. Nee, dat was. Nee, maar ja, dat was. Ja. Dat komt binnen. Het feest dat ze misschien boel had toen met een vent. Of. Allee, ja, toe. Maar ja, Naomi, ah, ze van Karina, maar ze heeft dan ook, precies toch wel. Ik zei, de eerste keer het zou niet te lang duren, het was niet te lang, ik zei, maar als je nou een goeie zit, zeg. Ze zegt, je wil blijven staan, hè. Hij zegt dan als je achteraf, ik heb zelfs al eens mijn beste niet moeten doen, dus. Zeg, ja, er worden bepaalde aspecten, zeg, van haar lichaam, zeg, dat krijgt wel. Hè. En toen stond ze weer te blozen. Ze komt dat maar in mijn eind doe ik even aan mijn hoek blozen. All right.